Tegenwoordig zijn er technieken om privacygevoelige data te kunnen analyseren en daar conclusies uit te trekken zonder dat de privacy geschaad wordt. We noemen dat multi-party computation, ook wel MPC. Een eenvoudig voorbeeld. Alice en Bob hebben in een spelshow een eerste date gehad. Nu moeten ze elk voor zich de keuze maken of ze een vervolgdate willen. Bob zou zich erg schamen als hij ja zegt en door wil, maar Alice nee blijkt te zeggen. In dat geval wil Bob eigenlijk dat niemand, dus ook niet Alice, erachter komt dat Bob ja heeft gezegd. Bob wil dus zijn antwoord verborgen houden, zodat hij niet voor gek staat. MPC biedt een cryptografische oplossing. We delen een smiley op in 5 gelijke punten. Alice en Bob krijgen elk 2 eigen delen. En met de manier waarop ze de delen ordenen, zeggen ze ja of nee. Beiden maken hun keuze met omgekeerde punten, waardoor niemand hun keuze kan zien. Ze leggen de punten tegen de 5e achtergebleven punt aan, waarna de cirkel rond wordt gedraaid, zodat niet meer duidelijk is wie wat heeft neergelegd. Daarna wordt de cirkel omgekeerd. Als er een smiley uitkomt, hebben zowel Alice als Bob ja gezegd en komt er een vervolgdate. Als er geen smiley uitkomt, heeft één van beiden, of allebei, nee gezegd. Maar de exacte antwoorden van Alice en Bob zijn voor niemand te achterhalen en niemand hoeft zich te schamen. En met MPC kunnen we nog veel meer privacyvriendelijke analyses doen.